Dit is de Batty XL. Je kunt je telefoon erin doen, er zit hier een telefoonoplader. En door de batterij erin te doen, kun je hem dus opladen. En dat kan met 9 volt AA. En kijk. Voor het onderwerp TrashTrack moeten we een oplossing verzinnen voor een afvalprobleem. Wij hebben de batterijen gekozen. En de Batty XL haalt het reststroom uit lege batterijen om een telefoon op te laden. En ja, die zijn we steeds verder aan het ontwikkelen, zodat hopelijk uiteindelijk ook in de markt kan komen. Het is een wedstrijd waarbij je missies uit moet voeren op de tafel met robots en Lego. En waar je constructies moet maken en zoveel mogelijk punten moet behalen. En het is een projectonderdeel waarbij je een oplossing moet verzinnen voor een probleem in de wereld. En dit keer is het TrashTrack, dus afval. Ze klooien niet zomaar wat aan op de Jena XL school in Zwolle. Voor de 7e keer staan ze in de Benelux finale van de First Lego League. Dat was hij hoor. Dit keer zijn ze gebrand om te winnen. Ik zit er nu voor het eerste jaar in. En in het begin is het heel erg raar om erin te zitten, omdat je merkt dat er heel erg discipline is en dat mensen heel erg hard aan werken. En dat het echt iets is wat je met een team doet. En dat is heel bijzonder om mee te maken en het is ook echt heel erg leuk en je werkt er heel hard aan. Elke pauze zo'n beetje, woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Dus dat is best wel heel erg veel. Gemotiveerd tot op het bot. Gemotiveerd om met techniek bezig te zijn. Het klinkt de Stichting Techniekpromotie als muziek in de oren. Nou, we willen kinderen eigenlijk op die manier al heel vroeg in aanraking brengen met wetenschap en technologie. En de First Lego League die laat eigenlijk ook op een speelse manier zien dat wetenschap en technologie niet eng is, maar juist heel leuk is. En op die manier proberen we de kinderen enthousiast te krijgen voor wetenschap en technologie, zodat ze later ook sneller geneigd zijn om te kiezen voor een technische studie en een loopbaan. Het enthousiasme voor de wedstrijd is groot. Blijkt wel uit het aantal deelnemers. Van 14 ploegen in 2003 naar ruim 600 teams dit jaar. Ook het aantal aanmeldingen bij technische studies neemt weer toe. Waar ging het voorheen dan mis in enthousiasme voor techniek? Nou ja, eerder werd er weinig aandacht besteed aan wetenschap en technologie in scholen. En dat heeft met name te maken met leerkrachten die niet gewend zijn om op die manier les te geven. Het vraagt toch een andere manier van lesgeven. Hè. Vooral ook kinderen de ruimte geven, zelf laten experimenteren. En ja, dat vraagt om een iets andere manier van lesgeven. Vooral een coachende en begeleidende rol hebben. Dus dan vertel ik gewoon voor de tweede keer wat het product is. En dan komen de kosten en dan weer. En een baan in de techniek is niet alleen maar in de weer zijn met schroefjes, draadjes en zekeringen. Ik hou van heel veel, maar techniek was niet echt iets waar ik me in interesseerde. Totdat ik ook hoorde van dat je er bij presenteren bij komt. En dus er komt zoveel meer bij kijken dan alleen maar dat stukje Lego of alleen maar dat stukje techniek. Want als je alleen maar techniek en Lego hebt, ja, daar kan je op dat moment nog niks mee. Nee, je moet je product ook verkopen. Ja. Ik denk dat ik door de Lego League de technische dingen en met de elektriciteit en de techniek, hoe het allemaal achter zit en zo, wel echt, dat had ik niet gekund zonder de Lego League. Opzet geslaagd, zo lijkt het. De leerlingen zien brood in techniek. Nu nog zien dat ze die finale winnen. Een paar mensen zijn ook al helemaal van Amerika aan het dromen. Want daar mogen we heen als de Benelux winnen. Maar het is nog lang niet zover. We hebben nog niet alles klaar. En we moeten nog wel even doorontwikkelen in het maatje dat we nog hebben. Het winnen maakt het natuurlijk een kers op de taart, zoals dat zeggen. Maar het gaat er niet om. Het gaat vooral om dat je leert van elkaar en dat je leert met elkaar. En dat is een hele bijzondere ervaring. De finale van de Benelux is aankomende zaterdag in Venlo.